hebben zeer hoog bezoek aan de telefoon, Rabon. Maar echt hoog bezoek. Heel hoog? Ja. Noem eens een naam. Jan-Peter Balkenende. Hoger. Hoger nog? Ja. Prinses Beatrix. Hoger. Poeh. Nou, dan zit je er bij mij wel, hoor. Het is de woordvoerster van de Lidl. Christine Braun. Hey. Hi, Christine. Hallo. Hey. Wat een eer. Christine, elke dag. Fijn dat je even ons belt, want je hebt goed nieuws voor ons. Ik zal nog even kort terugblikken naar afgelopen vrijdag. Want toen waren we jullie aan het bellen de hele uitzending lang. Want wij waren op zoek naar de reclame die op dit moment loopt van jullie wasmiddel. En daarin wordt True Colors, mijn lievelingsnummer van Cyndi Lauper, wordt gecoverd door Ivan, hè, van The Voice of Holland. Ja, van The Voice of Holland, ja. En dat vind ik zo'n leuk liedje, die wil ik graag helemaal hebben. Zonder dan dat je dan er tussendoor hoort dat de wasmiddel van de Lidl heel goed is. Het gaat wel om het liedje. Maar die is er niet, maar jij hebt nu goed nieuws voor ons. Ja, ik heb heel erg goed nieuws voor jullie. Want check even je mailbox. Het is een echte verrassing. We hebben de versie van 30 seconden voor jullie. Ja, yeah. Zullen we dan samen even luisteren met z'n allen? Ja, leuk. Oké, gaan we dat nu doen. Even kijken. 3, 2, 1. Ik ben heel benieuwd wie er is. Ja, Ivan met True Colors. You with the sad eyes. Het begint ook echt meteen. Don't be discouraged though I realize. In a world full of people, you can lose sight of it all. And the darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be... Nee! Het is het al! Christine! Je maakt ons lekker met een... Maar nou één druif ongeveer. Ja. Wij willen de hele tros. Maar die bestaat dus gewoon niet. Nee, maar ik heb wel gehoord dat Timo bij jullie langskomt. Vrijdag in de studio, dan gaat hij hem helemaal zingen. Voorlopig gaan we dan gewoon elke dag deze 35 seconden draaien. Ja, te gek.